Een groot aantal leden van Jongerencentrum De Pomp in Almkerk hebben op ludieke wijze een kerstgroet opgenomen. We konden er ook maar bij. We hebben dit jaar iets heel speciaals gedaan in ons Jongerencentrum. We hebben namelijk een kerstgroet opgenomen in de vorm van een muziekvideo. Dus we hebben een eigen tekst geschreven op het liedje Jingle Bell Rock. En dat hebben we gisteren voor het eerst laten zien aan onze jongeren. Ja, hoe is dat idee zo ontstaan bij jullie? Ja, dat is denk ik een combinatie van iets nodig hebben om dit jaar te publiceren op Instagram en een paar creatieve breinen. Een paar weken terug toen kwam dat idee ineens binnen ons team op en zo is dat gerealiseerd. De kerstgroet is in het diepste geheim opgenomen. Nou, als het goed is wist niemand ervan en er zijn natuurlijk altijd wat dingetjes gelekt hier en daar. Maar we hebben het inderdaad in het geheim opgenomen om het zo groot mogelijk een verrassing te laten zijn dat wij plotseling de kerstgroet hebben gelanceerd. Dus dat is wel... dat was het idee. Wij willen elk jaar iets bijzonders doen met kerst. Dus iets op onze social media plaatsen van, wij wensen jullie ook een heel geweldig nieuw jaar toe, fijne kerstdagen toe. En in dit jaar in het bijzonder, omdat wij natuurlijk die verbouwing hebben gehad. En omdat we eigenlijk heel erg dankbaar zijn voor het afgelopen jaar. Dus eigenlijk voor alle mensen die ons afgelopen jaar hebben gesteund, op welke manier dan ook. En daarom dus nu deze bijzondere groet. Alle medewerkers van Jongerencentrum De Pomp in Almkerk wensen u dan ook fijne feestdagen. De Pomp wenst u jou en elkaar een vrolijk kerstfeest toe, een vrolijk kerstfeest toe en een gezegend nieuwjaar. In de pomp is het weer kerst. Kijk voor de volledige kerstgroet op de Facebookpagina van Christelijk Jongerencentrum De Pomp.